Een hele goede morgen, dames en heren. We staan hier bij het Walnut Hoofdkwartier. Wat blijkbaar niet meer het Walnut Hoofdkwartier is. Onze lieve meneer KB heeft blijkbaar mijn hele hoofdkwartier overgenomen. Ik ben zelf even een weekendje weg geweest. Ik had een feestje, dus mijn stem is ook een beetje schor. Kan gebeuren, maar jullie moeten het er maar even mee doen, deze aflevering. Maar in dat weekend dat ik weg ben geweest, heeft meneer KB letterlijk mijn hoofdkwartier blijkbaar overgenomen. Althans, dat is het eerste wat ik nu zie. Ik zie ook dat het cafeetje volgens mij af is. Dat is wel heel leuk, de koffiebalie. Maar blijkbaar is dus... staat er dus KB. Ik ben bestolen van het enige wat ik heb. Mijn trots, mijn hoofdkwartier. Laten we maar gauw naar binnen gaan. Kijken wat hier allemaal gaande is. Ik zie dat daar meneer KB boven is. Maar laten we eerst even kijken wat... Nee, weet je, hij mag zo meteen een rondleiding geven bij de koffiebalie. Zo te zien is de koffiebalie klaar. En dan mag je zo meteen wel even een rondleiding geven. Eerst wil ik een uitleg wat er gaande is in mijn hoofdkwartier. En ik wil dat mijn stem niet meer schor is, maar daar kunnen we niet zoveel aan doen. Nou, daar zijn we. Wat is er allemaal aangepast? Kantoor van chefkok plus meneer... Oh, nee. Hallo, meneer KB. Wat heeft dit te betekenen? Eerst kloppen. Kloppen, dit is mijn kantoor, joh. Even opnieuw. Oké, wacht. Ja, binnen. Ah, dankjewel. Top. Hallo. Hey, mag ik zitten of... Nou, eerst even voorstellen, alsjeblieft. Hey, ik ben Walnut, eigenaar van het hoofdkwartier en... Walnut? Wat heeft dit te betekenen? Ja, maar je gaat wel nu op het... Ja, oké, sorry. Ik ga wel even netjes zitten. Je bent terug! Hey, ja, ik ben... hoezo terug? Ja, weken! Ben je weg geweest? Weken! Ik ben een weekendje... Oh, dat is ons nieuwe collega, Groene Shop. Goeiedag! Ja, ik heb de afgelopen tijd gewoon heel goed op het hoofdkwartier gelet. Nou, ik had eigenlijk niet meer verwacht dat je... Je was zo lang weg. Ik had niet verwacht dat je terug zou komen. Wacht even. Groene shirtgast. Ja, dat is onze flexwerker. Kan het hier misschien wat zachter? Ik probeer daar te werken en het is hier super luid. Kunnen jullie iets rustiger zijn? Dankjewel. Erik. Ja, eventjes. Dit is de oude baas. Die is teruggekomen van... Goeiedag. Ja, hey. Hey, ik ben Erik. Hoi. Hey. Ik ben groene shirtgast. Groene shirtgast, hey. We gaan die dingen mis. Ik heb zoveel moeite met dit te verwerken. Ik kan het even geen plekje geven allemaal. Hey, wie ben jij? Wat is hier gaande? Wie ben jij? Ik ben Erik, ik heb hier een kantoor gehuurd. Erik. Dat is Erik. Ja. Zie je toch? Ik ben de nieuwe vader. Erik ben jij. Erik, ja. Dit is toch top? Erik. Dit is toch top? Maar wacht even. En ondertussen gaat het allemaal gewoon door hier. Hij gaat veel beter ook. Oranje shirtgast is er niet meer. En heel toevallig is er nu groene shirtgast. Groene shirtgast. Ja. Werknemer van de week. Hoezo is dat werknemer toevallig? Werknemer van de week. Ja, dankjewel. Ja, eigenlijk zou Erik dat verdienen, maar toen kwam ik achter dat hij flexwerker was. Dus ja, dan... Ja, ik ben niet fulltime hier. We zijn hier in een hoofdkwartier om onze aardvijand Rick tegen te houden. Ja, klopt. En nu is er heel wonderbaarlijk een nieuwe werknemer genaamd Erik. Ja, zijn naam lijkt er een klein beetje op, maar het is niet hetzelfde. En jij bent ineens de eigenaar. Nou, ik had beloofd, voordat je wegging, ik had het beloofd. Ja. Ik zou heel goed op je hoofdkwartier passen. Dat klopt. Alleen, je hebt het je eigen hoofdkwartier gemaakt. Je hebt het overgenomen. Dat moet natuurlijk wel, als ik mensen aanneem, dan moet ik natuurlijk wel een beetje... Ja, dat moet goed overkomen. Oh mijn god. Nou weet je, ik vind het prima. Je hebt er in ieder geval goed voor gezorgd, zolang de KB maar wel weer naar een week kan. En dat is het eigenlijk. Ik heb die letters, die blokken, die heb ik bewaard. Die liggen gewoon hier, dus dan ga ik dat... Waar liggen die? Wat is dit dan? Kantoor van Erik Flex medewerker. Ik durf ineens niet meer naar binnen. Wat is hier gebeurd? Ik durf ineens niet meer naar... Wat heb je gedaan? Nee, even naar buiten. Dit is mijn kantoor. Ik wil niet dat jullie binnenkomen. Ja, de blokken van de letter W die liggen dus in het kantoor van Erik. Ja, wacht, ik weet hoe ik daar kan komen. Nee. Hey, er is een trofee gestolen. Trofee gestolen? Ja, er is een trofee gestolen. Wie? Er is een dief. Groene shirtgast. Er is een dief hier. Wat? Groene shirtgast. Ja. Waarom heb je dat gedaan? Ik was dat niet. Hoezo moet ik dat zijn? Ik ben een hele goede kantoormedewerker. Wacht even. Is dit ook jouw kantoor van groene shirtgast? Dat ben je. Je hebt wat hebben we met de spullen van oranje shirtgast gedaan? Ja, wat heb je eigenlijk met... Die heb ik nooit gezien. Heb je nooit gezien? Want je weet wel wat er gaande is met oranje shirt. Dan is er ook geen probleem. Je weet wel wat het probleem is met oranje shirtgast? Wat hij gedaan heeft? Nou, ik had dus wel een mancave gevonden onderin. De martelkamer, ik bedoel de ondervragingskamer inderdaad, ja. Huh? Nee, ondervragingskamer. Ik heb al een filmavond gepland. Echt? Wat hoor ik nou toch weer? Welke film? Ja, ik dacht, er ligt allemaal ketchup op de grond. Welke film, als het dat belangrijk is? Ja, ik wil weten welke film. Ik hou van films.
Hé, hey, ja, maar ik snap niet wat hier gaande is. Er gebeurt van alles even. Mijn brein kan het niet verwerken. Maar wat wil je hier doen? Je zei dat je hier vanuit hier bij mij... Ja, vanuit hier konden we het kantoor, want er is natuurlijk een brug gebouwd. Oh, laat maar. Ja, ik hou dus niet zo van bruggen, dus ik heb even een metselaar laten komen. Ik hoop niet dat het erg is. Je hebt een muur dicht gemetseld hier. Ja, ik hou niet van bruggen. Ik vind bruggen eng. Hey, de boot is er nog. Dat had ik niet verwacht. Dat had ik oprecht niet verwacht dat de boot... Ja, die heb ik gestolen van Rick. Echt? Ja, die heb ik gestolen van Rick. Maar niet tegen Rick zeggen. Hoezo stel je even dingen van Rick? We zijn een heel vredig kantoor. Hoe vredig? Wij zijn eigenlijk wel eens gebouwd om het bestaan van Rick, oftewel Stink, tegen te gaan. Maar wie is dat dan? Is dat dan in de kelder... Is dat dan geen mancave? Dat is geen mancave, nee. Ik wist niet dat we een kelder hadden. Dus dat is ook geen... Dus dat is ook geen ketchup op de grond? Nee, dat was geen ketchup. Hoi. Dit moet ik even verwerken in mijn kantoor. Ja, ik hoop dat je absoluut naar dat kantoor je links gaat. Naar die hier. Je eigen kantoor. Je eigen kantoor. Dit is jouw kantoor! Chessroom. Oh, hij heeft zelfs mijn chessroom heeft geclaimd. Hé, maar wat? Wacht even hoor. Klop. Ja, kom binnen, groene shirt gast. Ja, hier ben ik weer. Ga lekker zitten. Dit is hier allemaal. Je bent net op tijd voor de vergadering. Echt gezellig. Ik ben echt benieuwd ook. Ja, kom binnen. Yes. Hey. Walnut. Oh, ja, jij kan wel notuleren. Nee, zo gaan we dat even niet doen. Ik ga niks notuleren. Dat, vergadering. Ja, maar het is zo, wel, als je nieuw bent, dan moet je wel de eerste stomme klusjes. Dus koffie halen. Hij kan wel koffie halen. Hij kan wel, even lekker bakje koffie halen. Oh mijn god. Ja, ik hoor... Oh, daar wil ik een rondleiding van gelijk. Oh, heb je de toiletten al gezien? Oh, toiletten? Ja, ik heb in de tussentijd toiletten laten installeren. Ja. Oh, ik wil het allemaal zien. Ik wil het allemaal zien. Mee. Deze kant op. Ja. Ik heb zo goed voor het hoofdkwartier gezorgd. Hmm. Oh, wat goed. Op zich, hier is niet zoveel veranderd. De kantoren zijn een beetje aangepast, de namen en zo, maar dat is allemaal zo opgelost. Hoop ik. Hoezo moet je dingen oplossen? Hopen ze dat je niet doodgaat. Oh, ik ook. Klein beetje aan het verbranden hier. Ja, de koffiebalie, die had ik gezien. Daar liep ik net langs. Ik heb dus, ik vond in mijn eigen huis, vond ik walnootje. Weet je daar iets van, toevallig? Nee. Nou ja, in ieder geval, wij hebben een nieuwe... Oh, je bedoelt de vogel. Oh, meneer Kabeetje. Meneer Kabeetje, nou, hij is en een YouTuber. Dus is dat zijn kanaal? Wat is zijn kanaal? Hij is een YouTuber. Ja, ik weet ook niet hoe dat komt. Het is allemaal YouTuber bij mij. Ik wist het niet eens. Alleen maar influencers hier zo. Zoals de vogel heeft een YouTube-kanaal. Maar ik ben dus druk bezig geweest met koffie. Jullie mogen wel wat proeven. Oeh, ik ga wel zitten hier. Oh, de manager. Ja, je bent de manager inderdaad. Niet de eigenaar, de manager. Dat zeg even kijken. Hup. Lekker. Koffie voor jou. Gooi je gewoon koffie op de grond. Waar is mijn koffie? Mag ik erbij komen? Oh, ik wou net zeggen. Ik wil ook koffie. Wat is dit? Een koffietje. Oh, ik heb een boek uit de boekenkast gepakt. Dit is extra sterke koffie. Tja, ja. Ik mis de melk en suiker, moet ik eerlijk zeggen. Die verschrikkelijke Rick Force, helemaal met de groen. Ah, kijk, dan kunnen we Rick inderdaad hier, terwijl we onze plannen even tot rust brengen, even een koffietje drinken. Dan worden we alleen maar sterker om Rick te slaan. Juist. Nog meer boot stelen. Maar... En je ruikt ook sterk. Sorry. Ik weet niet of ik oranje of... ik weet niet of ik groene shirtgasten leuk vind. Ja, nou ja, goed. Van koffie moet je altijd naar het toilet. Dat weten we allemaal. Dat ja. kennen we natuurlijk. Dus ik heb het al laten lopen, als je dan deze kant op gaat... Mm-hmm. Het ziet wel leuk uit dit, maar alleen. Ja. Oh, er zijn toiletten! Dan heb ik dus een toiletruimte. Invalide toilet. Nou Rick, ik bedoel, Erik, kom maar. Hoezo? Ja, sorry, ik je lijkt op Rick, een beetje. Ik lijk niet. Mag jij wat privacy? Wie is Rick? Als je een klein beetje met je ogen knijpt. Ja. Dan... Ja. Op zich. Ik snap wel wat hij zegt. Ja. Ja. Niet lullig bedoeld verder hoor, maar... Ik zie het niet. Nou, hey, ik moet even jongens, als jullie even een momentje kunnen geven. Waarom heb je open deuren gedaan? Ik vind het een beetje ongemakkelijk. Ja, ik had dat gedaan voor de Feng Shui. Oh! Dus, ja, oké. En voor de ventilatie. Ja, lekker. Dan zit je hier lekker je handen te wassen en dan stikt het in je... Nee, maar daar staan die geurkaarsen voor. Ik heb aan alles gedacht. Verlichting is ook wel matig, moet ik eerlijk zeggen. Ja, waar zit de doorspoelknop? Oh, hierboven. Ja. Zo. Top. Achterkleedjes. Ja, en dan kan je hier je handen wassen. Een spiegeltje kan ik kijken, inderdaad. Dan kan je hier je handen drogen. Kan ik hier mijn handen drogen. En hey. Als de toiletrollen op zijn, ik heb hier nog wat extra wc-papier. Alleen voor personeel. Oh mijn god, inderdaad. Allemaal toiletrollen. Oké. Okay. Ja, dit vind ik leuk. Dit vind ik heel leuk. Dit vind ik mooi gedaan. En hier kan je fooi achterlaten. Ja, moet. Ja, fooipot. Ik weet verder ook niet precies hoe dat werkt. Zo.
Ja. Mr. Foy. Ja, ik neem veren. Ik ben de... Oh, jij neemt het aan. Ja, ja. Jij bent dat toiletman die de hele dag daar zit en gewoon een bakkie ophoudt om mensen geld in te doen. En heel agressief is. En meestal inderdaad heel agressief is. Nee, het ziet er goed uit dit. Ik ben blij met de koffiebalie in mijn hoofdkwartier waar jullie allemaal... Waar jij werkt. Ik heb geen idee wie jij... Soort van idee wie jij bent en... Hey, groene shirt gast. Dat is heel duidelijk. Ja, groene shirt gast. Staat er op mijn kantoor maandag al over. Het staat op je kantoor inderdaad. Ja. Hey, maar jij had een vergadering. Ja, want er staat een bedrijfsuitje gepland. En omdat je nieuw bent... Ja. Mag ik mee? Wat wilde je gaan zeggen? Mag je mee of niet? Mag ik mee? Hoezo mag ik mee? Erik, mag je mee? Erik? Erik is de flexmedewerker. Hoe zullen we zeggen? Hij daar ook niet eens bij de vergadering te zijn. Ik werk al drie dagen, dus... Ik werk hier al langer dan jou. Dan jij, en ik heb dit gebouwd. Goed, niks. Ik ben geen Nederlands docent, hè. Kom op. Ik weet nou niet of hij nu nog wel mee mag, omdat hij me nu beledigt. Wat zeggen jullie? Stemmen? Ja, we kunnen stemmen. Ja. Meestemmen. Ja, Zal ik beginnen? Ja. Alsjeblieft. Ja, ik zeg nee. Ik zo. Dat is gewoon eerlijk. Ja, ik vind het... Ja, ah, vooruit. Ja, ik vind dat het wel moet kunnen. Dus eigenlijk heb jij nu de... Groene shirt, gast, alsjeblieft. Alsjeblieft. Ja, het was net wel onaardig, moet ik eerlijk zeggen. Hoezo onaardig? Ik... En de fooi is ook echt... Een veer? Ja, een veer. Twee zelfs, twee. Ja, en een waarde van 3 cent. Ik kon je ook 1 veer geven, hè? Dat heeft je wel een punt. Nee. Ja, oké. Okay. Als je outfit een keer verandert, vind ik het prima. Hij loopt nog wel een beetje in zijn vakantieoutfit, hè? Yeah. Vakantieoutfit. Ook niet helemaal kunnen. Ik kleed me even om naar mijn eigenaar outfit. Dan kennen jullie me weer goed. En dan meet ik jullie waar? Waar moet ik jullie ontmoeten? Volg mij. Hij is de baas. Oké, dan ga ik me even in de toiletten even omkleden en dan ben ik zo terug. Jongens, ik weet niet wat hier aan de hand is. De hele hoofdkwartier is me ontnomen. Er zijn toiletten ineens. Er is een koffiebalie. Groene shirtgast lijkt vandaag veel op oranje shirtgast. Erik, eigenlijk best wel een toffe gast. Dus laat ik nu even het toilet ingaan en dan gaan we ons even omkleden. Trouwens, ik heb meer ruimte hier in het invalide toilet. Daar kan ik me even omkleden. Kijk, veel meer ruimte hier zelfs. Zo, we hebben ons even snel omgekleed en we zien er weer uit zoals we horen, jongens. Met onze eigenaar outfit van dit bedrijf. Wat ons blijkbaar ontboden is, maar dat maakt niet uit. Nee. Wat is je allemaal aan het aantrekken, joh? Ja, ik heb me omgekleed. Sorry, jongens. Ik heb een netje mooie outfit eraan. Ja, dit is de eigenaars outfit. Je lijkt nu ook wel meer op de eigenaar van vroeger. Ja, op zo van vroeger. Je moet alleen ik ben naar de kapper. Letterlijk maar 3 dagen weg geweest, jongens. Je lijkt op een hotelmedewerker. Ja. Wat gaan we doen? Bedrijfsuitje. Ja, zullen we maar gaan? Ja, laten we die kant op. Het is deze kant op. Oké. Nou, ik volg. Ja, achteraan, hè? Ja. Achteraan. Welkom bij het jaarlijkse bedrijfsuitje. Het jaarlijkse bedrijfsuitje. Ik heb vorig jaar natuurlijk gemist, maar leuk dat je er nu wel bij bent. Ik heb het vorige bedrijfsuitje geregeld. We hebben meloenen opgehaald toen, maar ik moet wel zeggen, dit ziet er even wat beter georganiseerd uit. Waar zijn we? Wat is dit? Bedankt. Ja, we hebben hier dus... we gaan vandaag spelletjes doen met elkaar. Gezellig. Oh, ja, leuk. En niet leuk. Zomaar, want er valt ook iets te winnen, namelijk deze beker. Was die in de trofeekast? De winnaar krijgt... Dat is een goede vraag. De winnaar krijgt deze beker. En hij mag doen wat hij ermee wil. Ik wil hem heel graag hebben. Wordt hij ook geleverd, of... wordt hij geleverd? Ja, het ligt een beetje aan wie hem wint. Alleen als jij hem wint, zeker. Alleen als jij hem wint. Goed, ik heb 3... Nou, eigenlijk, ik heb 2 spelletjes voorbereid en oh mijn god, van een oud collega die ook heel graag een spelletje wil doen, dat heb ik er ook in gedaan. Hij is er helaas niet meer. Ik weet niet precies wat er aan de hand is, maar hij is er niet. Maar dat spelletje wil ik heel graag. Wacht, heb je het over mij? Dat hebben we ook. Ja. Oranje shirtgast was dat. Oranje shirtgast. Ja, maar goed, we hebben hier taartsjoelen. Ja. Taartsjoelen? Dat is eigenlijk precies hoe het klinkt. Je gaat sjoelen met taarten. Spelletje 1. Taartsjoelen. Oh mijn god, oké, ja. Ja, en hier hebben we spelletje 2. Ja. Dit is droneschieten. Droneschieten? Het spreekt ook al een beetje voor zich. We gaan op dure minigames wel, hoor. Misschien je zo naar de lucht, kan het zeggen. Elke keer weer een nieuwe kopen. Nee, dus, het is allemaal geregeld. Mag ik 1 vraag stellen? Ja. Ik zie hier een leaderboard, maar ik zie daar Rick voor staan. Wie is dat? Oh! Ja, dat klopt helemaal niet, hè? Nee, wie is dat? Miscommunicatie. Ja, dit... Ik vind volgens vreemd, mij wilde de vorige eigenaar dit. Ah, oké. Er is van alles veranderd in de tussentijd. Ik had het ook al heel lang geleden voorbereid. En toen veranderde ineens het management. Ja, toen werkte ik hier nog niet, zeker. Management. Ik ben 3 dagen weg! Je hoeft alleen even op te passen. Ja, super. Erik. Is dat met CK? Nee, gewoon een K. Erik met CK. Erik. Goed, en dan hebben we hier spelletje 3.
Daar werd... Oh ja, nee, dit is, ja, doet me echt denken aan Oranje Shirt gast. Ah, weet je, hij was alleen nooit zo goed in. Wist je dat ik echt goed ben in pingpong? Ja. Ja, 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 ja. Huh? Had ik niet achter jou gezocht? Niet? Nee. Oh, nee. Oh, oh. Nou, leuk. Ja. Ja, dus drie. En tussendoor kunnen we ook nog wat versnaperingen. Ik heb hier wat versnaperingen. Ah, kijk, dat vind ik leuk. Heb je een mini-KB taartje voor me? Ik denk dat ik dat wel heb. Oh, ja, een speciaal ook nog. Heb je een speciaal taartje? Oh. Speciaal voor dit evenement. Een speciaal taartje. Een uitjestaart is dit inderdaad. Zitten er uitjes in? Nee, dit is een bedrijfsuitje, Erik. Oh, maar dan hoef ik het niet. Ik wil de uitjes. Wil je uitjes? Ja, ja, iets met uitjes. Heb je iets met uitjes? Heb je ook een taartje speciaal? Ben je nou kieskeurig? Ik heb me gewoon netjes opgegeten, hoor. Heel goed. Dankjewel. Waarom ben je medewerker van de week? Ja, bijna een plusje. Oké, okay, maar dan hebben jullie geen taart, helaas. Zullen we gaan doelen met taarten anders? Oh ja, laten we daarmee beginnen. Dat vind ik leuk. En de verliezer die wordt bekogeld door taarten. Dat vind ik een goeie. Door taarten of met taarten? Door taarten. Wordt bekogeld met stenen door taarten. Gewoon een taart, pak een steen. Wow. Oké, het werkt eigenlijk heel erg simpel. Je gaat zo meteen pak je uit deze kist een minecar. Mm-hmm. Ja. En daar ga je dan in zitten op die rails. Ja. Dan heb je volgens mij 10 taarten heb je om te gooien. Oh mijn god, oké. Okay. En de bedoeling is natuurlijk dat je zoveel mogelijk punten haalt. En degene met de meeste punten wint. Oké, ik ben echt heel benieuwd. Ik ga het leiden. Ik ben leuk. Wie begint? Ik niet. Ik ook Erik, niet. Jij bent het nieuwst. Oh, nee, jij bent het nieuwst. Waar jij heb bent het over? Nieuws? Ik ben niet het nieuwst. Ik ben een keer op 3 dagen. Oh mijn god, oké, ik ga wel als eerst. Ja. Komt-ie. Een minecart, 10 shieldtaarten. Waar moet ik hem plaatsen? Ja, op de rails. Best in de hoek, dan gaat hij rollen. Ja. Ah, dan gaat hij heen en weer. Ja. En dan... En jij moet erin. Ik moet erin. Ja? En shoelen maar. Oké, dan gaan we. 4 punten. Ai, hoeveel is dat? 0 punten helaas. 0? 0. Ja, ze 4. Oeh. 4. Ja! Ja. Oké, ja, dat zijn er 4. Oké. Wacht. 4. Oeh. Het is moeilijker dan jullie denken, jongens, dit. Het is echt moeilijker dan jullie denken. Je hebt nog steeds 4 punten. Oh! Ja. Oh! Hey. 8 punten. Oh! Oh. Oh, nee. Ik heb er nog 2. Oh. Oh. Ja. We hebben een talent hier. Oh, 16 punten. Minecart eraf halen is mijn minecart. Hij heeft de minecart geclaimd, lieve mensen. Ja. Ja. Oké. Okay. Krijg ik een applausje? Nee, onbeschoft. Yeah. Onbeschoft hoezo? Ja, je slaat dan in je minecart. Wie gaat er nu? Naar de volgende. Ik ga wel. Oké. Okay. Ik neem er 20 taart, heb ik iets meer kans. Hey, zo werkt het niet helemaal eigenlijk. Oh. Nou, yes. Oh. Ja. Ik vind het helemaal spannend. Shirt. Ik ben, groene shirt, gast, let's go. Je hebt echt kleuren blind. Maar is goed. Komt ie, hè? Oh. Boe. Boe. Oh. Tempo. Tempootje erop. Oh. Je hebt tot nu toe... Oh, 4 punten. Hey, ja. 4 punten. Hij is overduidelijk nog niet zo goed. Nee, het gaat niet heel lekker. Het gaat niet heel lekker, groene shirt, gast. Ja, maar hallo, wat is dit nou weer? Ja. Hey, ja, 8 punten. Keer 4. Oh. Hey, ja, kijk. 11 punten. 11 punten. Hoeveel die 3 heeft nog niet geraakt, hè? Moet je ook er even bij zeggen. Wat? Ja, nee, dat is waar. Ja, ja. Ja, 11 punten en die 3 was voor het eerst. Ja. Extra punten dan. Dus 11 punten. 11 punten. Wil jij eerst of mag ik? Ik had meer. Ik ga wel eventjes. Ja, ik had meer. Nee, wacht. Dan ben je vervelend. Zo vervelend. Ik zeg gewoon waar het op staat. Oké, dan gaat meneer KB. Ik vind het heel spannend. De kok, meneer. Leuk ook om jullie zo te boekenbakker. Bekijken. Boekenbakker. Ja. Doe achterstevoren, dat is leuk. Challenge. Ja, nou, ja doe achterstevoren inderdaad. Huh. Weet je, ogen dicht. Ja, maar jij hebt dit gemaakt. Ja, jij hebt geoefend. Huh. Oh nee, dit. Oh, dit. Oh. Ja, dit vind ik onheerlijk. Ja. Hij heeft het spel gemaakt. Oh. Hij heeft wel 8 punten. Oh, dat is slim om af en toe een eentje te pakken. Oh, dat klinkt heel depressief. 12. Ik heb er nog 4. Ja. Oh mijn god. Ja! Jemig! Kijk dit nou! Oh, hij gooit weer 20, raak! Kunnen we even een farm momentje? Een farm momentje? 23 punten. Ja, dat was volgens mij buitenspel dit. Ja. Huh? Oh. 23 punten. 23 punten, ongelooflijk. Hij is er trots op ook, hè? Hij is er trots op. Hij heeft wel goed gedaan. Dit heeft hij heel goed gedaan. 23 punten, ja. Dit komt door die plusjes. Wat was de minste? 11. 11, oké, daar moet ik toch boven zitten. Ja, oh, dit ziet er wel heel lastig uit. Ja, het is moeilijker dan je denkt als je gewoon bezig bent. Oh. Oh. Zo. Ja. Oké. Zo. Oh. 8. Een 100% score zover.
Nee. Boe! Oh nee. Oh, die ging mis. Nee. Ja, die was een beetje schuin ook. Oeh, die was ook heel slecht deze weer. Atjoe! Nu heb je er pas 8. Wacht. Ja! Doe hem. Nee. Turbulentie! Ja! Was ik niet. Hey. Oké, hoeveel heb je nou 12? Ja, maar wacht, nu gaat hij te traag. Hallo. Tijd is om. Oké, 12. Ja. Nou, nu heeft Erik zelfs meer punten dan ik. 16. Erik de flexmeter. Oh, ik had ook 16. Ja, nu, maar, is... nu heeft hij wel meer. Hoeveel heb je nog? 20. Ik heb er nog 2. Hoeveel had jij? Winst vandoor. Ik had er 23. Nee! 24! Ja, uit de meer! Ik heb er nog 1. Oh, nee. Echt mis. Maar hij heeft gewoon 1 punt meer dan jij. 1 punt meer. Oh, het is niet te geloven. De flexmedewerker, Erik. Ja. Nou, Erik, goed gedaan. Hey, Erik, applausje. Applausje voor Erik. Dankjewel, jongens. Dankjewel. Applaus misschien? Jeetje, wat mooi. Mooi. Ik ga het scorebord gelijk even updaten. Ja. Oeh, we gaan naar het scorebord, jongens. Ik ben benieuwd wat de status is. Ook al weten we het al. Heeft iemand bordjes bij zich? Ja. Ik niet. Zo, dan ben ik even van mijn troep af. Als iemand op kan pakken, dankjewel. Het zijn helemaal geen bordjes. Nee, dat klopt. Het is geen goede indruk bij je eerste keer, maar echt al. We hebben een probleem. Ik ga gewoon even mee in op de grap, inderdaad, de eerste keer. Ik heb wel bordjes, denk ik. Ja. Oeh. Ik heb ook wel bordjes. Dat is de fooi. Mijn hele leven zit in die fooi die ik aan jou heb gegeven. Ah, je hebt gewoon weg. Een kip gepakt en je hebt nog een beetje wezen plukken. Alsjeblieft. Ah, oh, bordjes. Ja, helemaal goed. Even kijken. Groene shirt gast. Ja. Taartjoelen. 11 punten. Ja, maar ik had ook eentje keer in de 3, hè. Dat telde er voor 4 keer, volgens mij. Dus 4 keer 3 is 12 plus... Dat klopt 11. Inderdaad helemaal niet. Is 23. Dan heb je even goed niet gewonnen. Nee, 24 punten. Oh, ja. Walnoot. 16 punten. Kijk eens aan. Zo, jij had minder punten. Ja, klopt. Oei. Dus ik sta derde. Ja. Ik sta eerste. Ik sta gewoon vierde. Waarom staat Erik eerst? Flexmedewerker staat eerst. Dat moet het. Kun je mij niet? Jij bent net nieuw, je hoeft niet gelijk te winnen. Jij werkt hier niet eens officieel. Ik waar is je contract? Hier al 3 dagen. Laat nu je contract zien. Ik heb een 0 uren contract. Oké, pingpong denk ik. Geen rechte pauze. Geen rechte pauze. Oké, dan ben ik het eens. Zullen we naar drone schieten gaan? Ja. Oké, het lijkt misschien eenvoudig. Is het weer niet? Het ziet er niet eenvoudig uit. Maar de grap is dat je in deze cabine moet gaan staan. Ja? En oh nee, dan gaat hij naar weer. Op willekeurig moment naar boven en naar beneden. Oh mijn god, nee. Oh, dat meen je. Ja. Oh, dit gaat echt heel moeilijk worden. Ik ga niet eerst deze keer. Ik ook niet. En je krijgt een boog met 10 pijlen. KB, jij mag als eerst. Ja, jij mag bij deze. Echt? Nee, hij heeft het gemaakt. Jij moet als eerst, Erik. Jij was net als eerst. Nee, ik kan niet als eerst. Oké, ik ga wel als eerst. Ja. Prima. Ja, Erik, je staat... Nee. Hij gaat wel aan dat ding. Nee, maar ik moet er toch eerst in. Oh ja, natuurlijk. Oké. Even kijken. 1 boog, 10 pijlen. Ja, 10 pijlen. Wat je niet weet, hè, dat is soms gewoon met het plafond wordt fijn gedrukt. Oh, ja, maar dit dat zou wel grappig zijn. Ja. Nou, ga maar, Erik. Huh? Hij doet niets meer. Ja, hij is een willekeurig moment, hè, gaat hij. Oké. Okay. Schiet! Maar wachten. Schiet! Ja, maar hij kan... Nee! Oh, mis! Oeh. Mis! Jezus, wat is Erik slecht, hè, dit spelletje. Ja, net hou jij maar, goed, maar bij taartsjoelen. Maar nu stelt er nog niet zoveel voor. Oh, kom op. Houd het maar bij taartsjoelen, Erik. Jeetje, dit is lastig. Die zat er ook wel echt heel erg ver naast. Wat leuk om te zien. Tot nu toe heb je nog niks geraakt. Oh, ja. 6 punten. Okay. 6 punten. Goed hoor. Hij neemt zijn tijd. Ja, hij heeft geen keus. Oh. Ja, 12 punten. Oké. Okay. Oei. Jemig. Dat ding gaat echt heel willekeurig heen en weer. Het zegt helemaal nee. Ja, hij ging omhoog net dat je schoot. Hij ging precies. Nee, oh, ik ben beweegt. Oh, 12 punten. Applaus. Dan kan je gelijk op het scorebord zetten. Oh ja, dat is wel handig inderdaad. 12 punten maar. Dankjewel, groene shirt gast wordt op. Helemaal groene shirt gast. Even kijken, Erik, 12 punten. Het is echt heel lastig. Ja, het zag er ook heel moeilijk uit, moet ik zeggen. Ben je klaar hoor? Ja. Ziet er ook wel uit als je er klaar voor bent. Ja. Daar ga je. Op de willekeurige bounce machine. Oeh. Ah. Oh. Krijg je pijl terug, hè? Ja. Ik krijg je pijl terug. Oeh, tweede schot. 0 punten. Zo, die was wel heel schil. Probeer het rood in de rood van de 6. Wat verdikken. Hey, hoeveel punten heb je al eigenlijk? 5. Min 5. En nu 4. Oh.
Heb je nog pijlen of niet? Hoeveel heb je er nog? Ja, dat is 4 zeg ik toch. Ik begin me zorgen te maken. Ik ook. Ja, maar dit is ook helemaal niet leuk. Wel? Het schiet weer op dat ding. Als die machine die gaat helemaal tekeer. Die machine gaat helemaal tekeer bij hem. Nu. Oh. Dat gaat net weer omhoog. Probeer die ene dan. Dan heb je pas 1 punt. Oké, 1 punt. Ik vind het zo leuk dat het niks mee naar weg gaat. Oh ja, dat is nog. Je hebt 0 punten. 0 punten. Nou, ik noteer. Noteer 0 punten. Noteer jij maar. Even kijken. Groene shirt gast. 0 punten. Spijtig. Dit vind ik erg jammer, groene shirt gast. Ja. Nou, Wanno, nu mag jij. Ja, ik ga. Mijn beurt. Ik ben benieuwd. Tot nu toe staat Erik nog bovenaan, hè? Mag je veilig? Ik wil veilig naar binnen. Ja. Daar gaan we. Zo, ik ben er klaar voor. Zet hem op. Oh mijn god, dit ziet er echt moeilijk uit dan. Verwacht. Nee! Oh. Ik vind het moeilijk. Ja, ik ga hem nu niet belachelijk maken. Oh! 6 punten. Oh, 12 punten. Nee joh. Nee joh. 18 punten. Hij heeft het te pakken hoor. Ik heb hem onder de knie, jongens. Het gaat gewoon 3 seconden. Ik heb hem onder de knie. Ja, 24. Joh. Ik moest even rekenen. 30. Ik heb hem onder de knie. Oh. Ik ben klaar. 36 punten. Ik ben klaar. Jeetje. Dat was snel hoor. Ik heb hem gespeedrund. Wow. Ja. Dat was indrukwekkend, hè. Waarom doen we allemaal alleen maar in mijn eentje applaus? Wat is dit? Ik was ook aan het klappen. Nee, je zei alleen woe. Ja, maar ik was ook aan het klappen. Ik was de punten even aan het opschrijven. Hij was mentaal aan het klappen. Ja, in mijn hoofd. Oké. Nou, daar gaat hij. Nou, dan gaat een boog gestolen ook. Wie heeft een boog? Ja, ik niet. Kan er maar eentje zijn natuurlijk. Ik heb een boog. Oh, de plek. Erik! Wat? Tjoe, man. Kan iemand hem aanzetten? Anders dan... Ja, daar gaat hij hoor. Meneer KB. Oké. Meneer Chefkok. Ja, er zitten allemaal pijlen nu voor die 6. Ja, zie ik niks meer. Dat had ik ook. Ik vind het leuk dat niemand anders voor iets anders heeft geprobeerd te schieten. Het is alleen maar op de 6. Ja, het is wel heel veel punten, hè? Oeh, 6. Dit is jammer. 6 punten. Mag ik even die andere knallen dan? Ja, doe maar even. Doe maar de 1. Oh. Maar vooral even de 1. Oeh, 10. 10 okay. Punten. Ik heb nog maar 5 pijlen, joh. Dit gaat helemaal niet goed. Dit is de eerste die helemaal misgaat. Oh. Ik heb dit ontworpen, hè? Je hebt er nog maar 2, toch? Oh. Sorry, ging weer naar de diepte. Je hebt nu nog 1 pijl. Ik doe nog over die 4. Daar heb ik vast meer succes. Oh, okay, doe maar gewoon de 1, dan heb je op zijn minst nog 1. Heb je nog meer dan groene shirt, gast? Ja, dat feit. Oh, je. Heeft hij heb je nog alles gemist? Nee, hij heeft 10 punten. Hij heeft natuurlijk 10 punten, inderdaad. Applaus weer, jongens. Yeah! Dankjewel. Ik zal het even opschrijven. Jee. Ik zal hem even uitzetten. Nee, je zei jee. Oh. Je zei weer alleen jee, inderdaad. Je klapte niet. Nee, yeah. Hij zegt weer alleen jee. Ja. Sorry. De vakantieganger, die staat bovenaan. Vakantie. Sta ik nog gewoon eerste? Nee. Wat goed dat ik met deze vooral zoveel punten heb gehaald. Want ik denk niet dat met pingpong nog echt ingehaald kan worden. Ja, daar moeten we sowieso... Laten we eventjes wat eten en dan moeten we... Ja, even een kleine break. Kleine break. Een taart? Ja, of soep? Soep. Soepie? Soepie. Ik wil lekker soepie. Goed soepie. Neem ik zelf ook meteen. Zitten er uitjes in? Ja, er zit alles. Alles zit erin. Uitjes? Uitjes. Wat voor uitjes? Oh, paprika ook. Paprika uitjes. Hij is ook beroemd. Hij is beroemd. KB's beroemde soepie plus. Beroemde soepie. Oké, omdat welke film heeft hij gespeeld? Fast. Ik weet het niet meer. Iets met Furious. Dat is mijn favoriete film. Ja, Fast. Fast food. Is vast. We gaan zo meteen een pingpong toernooi doen. Ja, maar omdat het niet mijn eigen spelletje is, heb ik ook niet nagedacht over de puntenverdeling. Oké. Dus als iemand een goed idee heeft, nu we hier toch zijn met z'n allen. Elke keer dat je een punt scoort... Gaat hij naar mij. 10 punten. 10 punten? 5 punten. 5 punten als je een punt scoort. Maar ja. Hoe scoor je een punt? Ja, dat is vrij simpel. Als de andere mist gewoon. Oké. Ja. Hij moet stuiteren op jouw helft. Dan moet hij stuiteren op zijn helft. En als hij dan de grond raakt na zijn helft, is het punt voor jou. Als hij hem vangt, voordat hij de grond raakt, is het geen punt. Oké. Dat is pingpong. Volgens mij werkt pingpong op die manier. Ja. Volgens mij wel. Ik weet alleen niet of dat goed gaat komen met dat stuiteren. Nee, dat maar oranje shirtgast is heel goed. Zeg ik nou toch.
Ja. Groene shirtgast is heel goed. Ja, met, hij zit ook nog in mijn herinnering hoor, oranje shirtgast. Maar dat hij ons zo verraden heeft. Ik ben wel benieuwd wat hij heeft gedaan. Ik ook. Ik was er allemaal niet bij, joh. Wie is dat? Dat zeggen ze toch net? Maar ja, we hebben nu een groene shirtgast. Vind ik toch leuker. Ja. Ik vind dat, ja. Ik vind, groene shirtgast, ik vind het leuk dat je er bent. Ja, ja, ik ook. Erik, jij bent er ook. Dat vind ik leuk. Wat is dat een kutopmerking? Ja. Groene shirtgast, ik vind het leuk dat je er bent. Ja. Erik, jij bent er ook. Erachteraan. Ja, bedankt. Nou, leuk ben je. Leuke gast ben je. Nou, pingpong. Ja, pingpong. Pingpong. Ja. Wacht, ik heb mijn soepje nog niet op. Nee, ik ook niet. Ik neem hem wel gewoon mee. Ja, ik neem hem wel mee, inderdaad. Ik neem het niet even. Het komt echt alsof je hem at. Heb je nou soep gegeten? Ja, dat klinkt eigenlijk dat klinkt heel normaal. Doe je er even mee? Ja, trouwens inderdaad. Je zegt nooit ik heb soep gedronken. Nee. Okay. Waarom zou je dat? Ja, waarom zou je soep eten inderdaad? Of drinken? Huh? Wacht, okay, ik ben nu voor. Ik ben helemaal apart. Ja, wie tegen wie? Eerste plek? Nee, het is ik ben al een keer als eerste geweest. Zal ik als eerste? Ja, nu moet groene shirtgast tegen jou als eerste. Dan klopt het helemaal weer. Ja, maar we doen toch gewoon... Oh, maar dan moet ik tegen jou. 16 pingpongballen. Ja. Ik dacht dat het gewoon eentje ging pingpongen met zichzelf. Met zichzelf? Hoe zie je dat voor je? Heen en weer rennen? Met een muur. Nou, succes! Eerste service voor mij, hè? Ja. Oké, wacht, nee. Als ik eerst op mijn kantje moet raken... Oké, nee, hij moet gelijk op zijn kantje. Ja. Oh. Ja, dit is alvast een puntje. Dat is het eerste puntje. Een puntje voor mij. 1-0. Oh. Ja! 1-1. Kan dit ook fout gaan, is de grote vraag. Kan het goed gaan, dat is meer de vraag. Ja, het kan zeker. We hebben dit al eens getest. Nou, nee. Hey, we hebben een toeschouwer. Toeschouwer. In de lucht. Oh ja. Merkwaardig. Kom dan. Ja. Ik zag een beetje net. Ja, maar net je mag. Ik zag het net schuiven. Oh, afleiding. Ah. Oh. Ja, rot op. 4-2. 4-2 staat. Lijn hem ook eens af. Koekjes. Ja, oeh, lekker. Oeh. Ja. Oké, okay, laatste. Dit wordt hem. Matchpoint. Oh, dit was geen matchpoint. Dit is een punt voor mij, hè? Dit was een slechte surf. Een punt voor mij. Fout surf. Nee, ze werkt ook. Oké, punt voor jou. Ja. Oké, punt voor jou inderdaad. Jij mag serveren. 4-3 staat het. Dat was een foute. Nu is het punt voor KB. Nee, jezelf geëlimineerd. Nee, is misbal. Nee, je hebt jezelf geëlimineerd, groene shirt gast. Oh. Dat was wel heel hard weggegooid, die heel agressief. Oké. We moeten allebei 16. Ja, allebei 16 ballen. Ja, nemen we allebei. En wie is eerst 5 punten heeft? Ja. Wie als eerst 5 punten heeft, het gaat helemaal goed komen. Wie begin ik? Er? Ik begin wel goed. Oh, ja. Dat, ik zie het al. Is dat dan een punt voor mij? Ja. Dat was heel spijtig, dit. Ja. Ja. Dat is een punt voor mij? Ja? Eén punt alvast. Oké. Okay. Gooi maar. Wat is er met die beker? Ik heb hem opgevangen! Punt voor mij! Heel goed. Ja. Ik heb hem opgevangen. Komt ie. Ja. Oké. Okay. Oing. Hey! Oh. Maar niet zo goed. Erik is toch beter achter de computer, heb ik het idee. Ja, inderdaad. Ja! Hey, wat is dit? 1-1 nog steeds. Nee. Zo 1, dat is toch weer een punt voor mij? Ja. Nee, hij heeft toch nog helemaal geen punt? Jawel. Nee, jawel. Hoezo? Ja, de bal. Helemaal mis. Oh, ja. Maar het stond toch al 2-1. Hij miste erna en daarna had ik een punt. Dus dat was 3-1. Nee. 3-1, ja. Het is 3-1 inderdaad. Ja, ja, ja. Wat zit nou weer? Dit klopt toch gewoon? Nee, dit klopt inderdaad gewoon. Ja. Ja, dankjewel groene shirt. Afleiding. Ja, maar wat is dit? 4-1, blijkbaar. Jongens. 4-1. Ja, ik klopt toch niks van? Ja, oké. Oké. Oh, god. Nou, dan is het de winnaars tegen elkaar, denk ik. Oké. Of zullen we eerst de losers tegen elkaar doen? Ja, eerst de losers. Dat is leuk. Eerst de losers. Oké. Je ziet maar wie de nieuwkomers zijn. Jij of ik? Ik heb begin. Nu tellen de punten, hè. Elke punt is 5 punten. Ja. Dat klinkt heel logisch. Dan beginnen we gewoon gelijk. Oeh. 1 punt voor ik. 1. Oeh. Ik vind het wel een beetje verwarrend. 1-1. 1-1, 5-5. 1-1. Oh! 2-1. Oh. Waar ligt daar? Je moet hem oppakken. 2-1. Dat is een 2-1. Dit is spannend. 2-2. Dit is spannend. Oh, wacht. Ja, maar die staat gewoon helemaal halverwege. Dat was fout. Ja. Dat was fout. Dat mag niet. Je mag niet zo dicht bij het ding staan. Ik stond hier, oh. Nee. Je stond nog net niet op mijn hoofd. Overnieuw. Ja, nee. Miscommunicatie. Nee, nu mag... Oh, nee. Ja, netje mocht ook niet. Oké, staan we gelijk. Wat staat het nou? 3-2 voor groene shirtgast. Achoo!
Oeh, 3-3. Ja. Ik vind het spannend. 4-3. Ja, ja, ja. Zullen we oppakken? Ja, het gaat er gebeuren. Hier gaat Erik, falen. Oh! Ja. Oh! 4-4. Uit je bord, 4-4. 4-4. Ja! Oh, nee! Oh, nou heeft het verpest! Ja, nee, maar hoor. Je hebt het verpest! Ik ga gelijk even opschrijven. Nee, zo werkt het niet! Ik ga gelijk even opschrijven. Hallo! Dames en heren! Ja. Dames en heren, zo werkt het. Even kijken, groene shirtgast. 20 punten. Erik, 25 punten. Zo werkt het helemaal niet, jongens. Ja, nu vind ik het wel spannend worden, moet ik zeggen. Ik vind het ook wel mee spannend worden. Ja, nu vind ik het heel spannend worden. Wallop moet geen punten winnen, dan heb ik gewonnen. Ja, gewonnen? Nou, of de kok kan nog winnen. Ja, dat wordt wel lastig. Die zit zeg maar 3 puntjes onder jou. Ja, dat is waar. Oeh, ja. Oeh, ja, dit is spannend. Spannende situatie. Okay. Dit is spannend. Oké. Mag ik een helft kiezen of mag jij een helft kiezen? Welke kant wil je? Nee, jij bent net terug van vakantie, dus jij mag een helft. Dit was mijn winnende kant net. Okay. Oh nee, de wind staat verkeerd. ik heb de wind mee. Oké, nou. Wie begint? Jullie kunnen ook doen, jullie gooien de bal en dan moet je tegelijkertijd rennen. Een rondje rennen, snap je? Vroeger, rond de tafel. Een rondje op de ronde tafel, inderdaad. Ja. Weet je, ik mocht kiezen welke plek, dan mag jij beginnen. Oké. Okay. Nou, dat vind ik mooi. Ja, oké. Heel eerlijk, ja. Ja, maar zo... ja. Oh, ja. Ik zie ook de hele tijd die beker. Wat? Oké. Hij mag wel opletten. Ja. Oké, ja, die heb je. Komt-ie. Oh, ik was even bang dat het me fout zou gaan. Ik had hem bijna. 1-1. 1-1. Ga je doen dan? Ja, ik doe een paar van die manoeuvres. Ik denk dat dit indruk maakt. Oh, wow. Ja. Ah, hij landt op de grond. 2-1. Oeh, daar ging je. Daar ging je. Je maakt me niet gek. Ja, die heb ik. Oh. 2-2. Ga je nog een fout surf maken? Deze is het fout. Nee. Gaat niet lukken. Oh. Ja! Nee. Oké. Okay. 3-2. 3-2. Oh, nee. Oh, ik nam een risicootje. 3-3. Dit is spannend, hè, jongens. Dit is spannend. Hij mag geen punt weer maken. Kom op. Oh, oh, ik heb hem nog! Nee, ik had hem nog! Oké. Bounce. Wat is dit voor strategie? Ja, ja, nee! Hoe had je die? 4-4. Nee! Dat had er moeten zijn. Nee! Ja, 5-4. Nee, zo werkt het niet. Dan mag hij nog een keer gooien. Maar dat was net ook al miscommunicatie. En dat vind ik niet leuk. Huh? Je zit nu aan de regels te veranderen. Ja, ik wou dat zeggen. Oh, hou je mond, groen shirtgast. Ja. Wees nou niet zo'n verliezer. Kijk, dat je een verliezer bent, oké. Maar doe niet zo'n verliezer zijn. Nee, jullie zijn gewoon ongelooflijk vervelend. Nee, je hebt gewonnen. Je hebt eerlijk gewonnen. Dan moeten we nu alleen nog even de punten gaan tellen. Ja. Erik, jij bent goed met cijfers, toch? Nee. Jawel, jij bent toch de accountant? Ja. Nee, ik ben flexmedewerker. Kom op. Oh. Nee, volgens mij hebben we dezelfde score op 20 of 25, ja. Oké. Oh. Ik vind dit, Ik vind het spannend, maar ik denk dat ik gewonnen heb puur door die 36 punten. ik ben bang van wel, ja. Dit zijn er 31. We doen het even goed. Zo. Oh, laatste plek met groene shirt gehad. Applausje. 31. Nu zeg je weer applausje en dan doe je weer geen applaus. Oh. Ik klap toch? We horen het niet. Nee. Waarom horen we het niet, joh? 61. Oh. Er zijn er 36. Ja, maar dit zijn er... Ja, maar dit zijn er veel meer. Horen we lachen, hè, Viesbeuk? Hey, 72. Oh ja, de winnaar trouwens van dit, die wordt ook gewoon weer eigenaar van het bedrijf. Dat wat zeg je nu dan? Ik weet ja, hallo. Dat heb ik mijn best gedaan. Ik dacht, ik laat jou een keer winnen. Je bent net... Ja. Ik dacht, ik laat hem winnen, omdat hij nieuw is. Ja? Ik laat hem winnen, omdat hij nieuw is. Ja, en dan gebeurt dit. Nah. Dat is niet leuk. Ik zeg, groene shirt, gast, je hebt met elke game die we gedaan hebben verloren. Nee. Maar ik vond het leuk dat je erbij was. Ja, ik ook. Ik vond het erg gezellig. Alleen de volgende keer moeten we de regels nog even goed lezen. Maar, is er ergens een prijsuitreiking ook? Wallet, gefeliciteerd. Je hebt een beker gewonnen. En omdat jij en bent... En Tim ook erbij, of... Tim krijg je er zeker niet bij. Tim, oh, die krijg je niet bij. Nee. Niet. Oh. Ik kom hem binnenkort wel gewoon even bij je bezorgen. Oh, top. Dat vind ik leuk. En, weet je mijn adres? Ja, je mag eigenlijk ook wel gewoon het hoofdkwartier terug. Oh, dankjewel. Nu ik heb gehoord heb dat er een martelkamer onder zit, dan dat hoef ik helemaal niet. Je wilt niet geassocieerd worden met die bezigheden. Ik heb wel een klein probleempje, want ik heb mijn eigen kantoorruimte verhuurd aan Erik. Dus... Oeh. Ja. Hey. Hey. Dan moeten we even kijken of we misschien een nieuw kantoor voor jou kunnen maken ergens.
Bij de volgende vergadering kunnen we het er misschien wel over hebben. Bij de volgende vergadering gaan we het hebben over een nieuw kantoor voor jou. Ja, wanneer is die? Dan kan ik het in mijn agenda zetten. Volgende vergadering? Ja? Kijk even naar de manager met z'n allen. Ja, omdat in Nederland... Ja. Met z'n allen, zeggen we. Met z'n allen. Nee, de volgende vergadering zal weer heel impulsief zijn, net zoals alle anderen. Wanneer iedereen er is, we zien het wel. Ho. Wat? Het was al die tijd hartstikke georganiseerd, hoor. Zeker. Maar die heb je natuurlijk gemist. Veel beter. Nee, niet hoezo veel beter. Jullie kennen mijn gezag nog helemaal niet. Wie ben je ook, hoor? Hey, ik wil even een kort applausje of een lang applausje voor meneer KB voor het organiseren van dit bedrijf. Nee, dat ga ik ook niet. Je gaat me niet horen klappen, maar... Ik klap ook als jullie het horen. Ja, ik hoor wel iemand klappen. Ja, dat is een groene shirt gast. Ja, ik doe het wel, hè? Ja, ik toch ook? Alleen je hoort het niet. Nee, je zegt alleen woe. Net zoals Erik, woe. Ik verklaar bij deze ook deze grond hier als heilig. Dus dit is wel nooit heilige grond dit. Ik wil je binnenkort nog wel een keer terug. Maar dat is wel gaaf. Ja, dat heb ik als bedrijfsleider, eigenaar, heb ik die rechten. En. Ik wil bij deze, als iedereen even plaats kan nemen hier. Hier zo. De bankje. Kunnen we niet op een bankje zitten? Nee, wel hier op de lijn. Okay. Executie dit? Of? Ik weet niet wat we nu ineens krijgen. Ik vind het een beetje spannend. Zitten. Dat is wel belangrijk. Oh, ik moet zitten ook nog? Ja, hij heeft gewonnen en hij denkt echt, ja, oké. Hij neemt heel duidelijk de leiding nu. Ja, ik merk het. Ik weiger. Ga nou zitten, joh. Oké, zo. Dan wil jullie even allemaal persoonlijk bedanken. Groene shirt gast, leuk dat je bij het bedrijf bent. Je doet me een beetje denken aan oranje shirt gast. Leuk dat je er bent. Ja, dat is leuk. Erik, jij bent er ook. Meneer KB, als jij even naar voren wil komen. Oh jeetje, wat krijgen we nou toch? Ik wil bij deze de hoogste en grootste eer uitreiken aan meneer KB, namelijk zijn vierde ster. Zijn vierde plusje. Mijn vierde ster! Je vierde plusje. Het is officieel meneer Chefkok KB plus. Applaus. Dankjewel. Waar moet ik die en nou hier, speech, en weer ook alleen maar woe. Speech. Speech. Ik was hier. Oké. Ja. Als eerste moet ik natuurlijk even. Hij is hier niet zo goed. Pieter Jan moet ik bedanken als eerst. Ja. Wie is Pieter dat? Jan. Wie de hel is Pieter? Dat is de panda in mijn kelder. Waarom heb je een panda in je kelder? Ik heb een tijdje eenzaam gevoeld. Daarom ben ik eigenlijk begonnen met koken. Hoezo heb je een panda in je kelder? Ik weet het ook niet. Dat is nu niet aan het speechen. Ga je vragen zitten stellen tijdens mijn speech. Ga je normaal houden, is een shirt gast. Ja, en ik wil ook, het klinkt misschien een beetje gek, maar ik wil toch onze aartsvijand Rick Force wil ik eigenlijk ook even bedanken. Want hij heeft mij geïnspireerd om mijn nu wereldberoemde soepjes te maken. Oh, dus wat dan, ook nog even bedanken. Klinkt als een leuke gast. je kent hem niet, Erik, maar ik denk dat je het wel goed met elkaar vindt. Klinkt als een leuke gast. Ja, ik denk dat je het dan goed met elkaar vindt. Ja, maar die soepjes waren echt lekker, dus ik ben hem ook wel dankbaar eigenlijk. Ja, dat klopt. En verder wil ik... wacht, ik heb het soepje nog niet gedronken. Gedronken. Ja. Is goed, toch? Ja, is lekker. Ja. Ik heb geen trek. En verder wil ik ook nog oranje... Ja, ik moet hem toch even bedanken. Oranje shirtgast moet ik ook even bedanken. Want tijdens het vorige bedrijfsuitje liet hij me ontbijtje maken in een caravan. Dat weet ik nog goed. Ja, dat was een van mijn beste ontbijtjes ooit. Oh, daar was ik bij. Ja. Voor de oorlog was dat nog. Dat was... Nee, niet voor de oorlog. Dat was gewoon ons vorige bedrijfsuitje, 2 weken geleden. Die andere oorlog. Waarom was ik toen niet uitgenodigd? Jij was nog niet geboren. Je was toen nog niet flex. Je was nog niet geboren. Maar hij had toch ook die pingpongtafel bedacht of zoiets? Die oranje shirtgast. Yeah. Ja, nu ik erover nadenk, eigenlijk doet hij best wel veel. Yeah. Ja. Alleen hij was verrader, hij werkt voor Rick. Echt? Ja. Nee, joh. Echt? Ja, hij werkt voor allebei. Wat? Jeetje. Krijgen allebei, we nou weer. Oké, okay, dan allebei kan geen kwaad, moet ik ook nog even de vakantieganger even bedanken. Want ik mocht van hem een toiletruimte bouwen in het hoofdkwartier. Graag gedaan. En dat heeft mij geïnspireerd tot mijn laatste versnapering. Krijgen jullie ook nog even mee. We krijgen zo'n goodie pack. Oh. Een goodie pack voor huis, inderdaad. Oh. Ja, ik heb hem! Ik wil er ook nog één. Dankjewel. Maar... waar is hij voor mij? Dit is het einde van mijn speech. Ik heb nog één ding. Jij wil ook speechen. Nee, ik heb een... Speech. Vakantiegangen. Omdat je hier nieuw bent, heb ik voor jou speciaal een huisje gereserveerd. Om in te overnachten. Om een vakantiepark. Heb jij ook een vakantiepark? Heb jij nou ook inderdaad al een vakantiepark? Ik heb ook een vakantiepark.
Jee. Waar? Dat zie je wel. Hoe heet die? Ik zie een volgend bedrijfsuitje. Ik zie inderdaad het volgende bedrijfsuitje wordt georganiseerd door Groenshirt Gast. Ja. Ja, dat vind ik een goeie, hè? Ik weet alleen niet of je deze kan overtreffen, moet ik zeggen. Niet? Misschien kun je. Of je moet wel echt iets heel, heel bijzonders bouwen, maar ik vond dit wel heel leuk neergezet allemaal. Pingpongtafel. Bedankt. Oh, nog een grote pingpongtafel. Ja, dat gaat het doen. Dat gaat 100% leuk zijn dan dit. 2-2. 2-2. Gast, is dit niks mee vergeleken. Nee. Ik ben nu al enthousiast. Ik ook. Wil je nog iets over mij vertellen? Ja, leuk. Jij bent er ook. Oh ja, ik wil mezelf promoveren. Huh? Nou, ik ga daar verder niet over. Ik vind het helemaal goed. Ja, nee, dankjewel. Naar? Groene shirtgast. Plus, dat ben je al. Plus min. Oh. plus min. We gaan er bij de volgende vergadering gaan we het erover hebben. Ja, dankjewel. Wil jij nog wat zeggen, Erik? Ja, ik wil nog even speech doen. Speech. Wil je even zitten? Wil je alsjeblieft even zitten? Wil je alsjeblieft even zitten? Oké. Ik wil jullie vooral natuurlijk meneer KB heel erg bedanken voor deze hartelijke open ontvangst. Dat ik bij dit prachtige team mag komen. Dus daar ben ik jou heel erg dankbaar voor. Ook voor de prachtige kantoorkamer die ik dus helemaal heb mogen verbouwen. Zonder vergunning van mij. Het ziet er wel echt mooi uit. Je moet straks maar even kijken. Ja. Hoezo? Ben je binnen? Ik mocht niet naar binnen. Je mag ook helemaal niet. Ben je binnen geweest? Ik heb stiekem een klein beetje langs je gordijnen gekeken. Dat mag niet. Er zitten niet voor niets gordijnen. Ik zal het nooit meer doen. Oké. Okay. Korting. Je krijgt korting. Ik vind Erik een beetje eng. Hij komt ook heel dichtbij. Ja, hij is een beetje... Waar praat... Hey. Sorry, speech verder. Ik wil jou ook bedanken voor het me bijna laten winnen. Toch tweede. Graag gedaan. Toch tweede. Ik wil jou complimenteren met je shirt. Dank je wel. En je verse promotie. Dank je wel. Ik promoveer mezelf trouwens naar part-time medewerker in plaats van flex medewerker. Ja, dat vind ik prachtig. Ja, ik ben helemaal voor. Meest stemmen gelden. Erik is officieel medewerker bij ons. God, blijkbaar, ik dacht dat het een dictatuurschap was, maar het is gewoon communistisch geworden. Het allemaal. Erik, maar ik heb wel welkom. Dankjewel. Wat voor ijs? Vanille ijs? Vanille aardbei. Nee, ik heb een ijs. Je hebt een ijs. IJsmachine. Nee, ik wil graag dat de muur wordt gebroken. Nee, dat kan niet. Hierbij is Erik ontslagen. Nee. Meens, stemmen gelden. Meens! Ben jij eens? Oneens. Nou ja, ik snap wel dat je gesteld bent op je privacy, eigenlijk. Ja. Maar ik heb daar verder niet heel veel over te zeggen, hè, maar ik snap het. Ja, maar... Weet je, laten we gewoon teruggaan naar het hoofdkantoor en dan... Dat vind ik een hele goeie. Zien we dit wel. Zullen we nog even een groepsfoto nemen? Die hangen we dan aan de muur. Ja, wel. Okay. Erik, je bent nu medewerker. Waar willen we hem nemen? Ja, hier. Misschien voor de... Voor de beker. Ja, vind ik een goeie. Als die vliegtuig even aan de kant gaan. Ja, zoek. Ja, ja maar oké. Okay. Maar dan moet jij eigenlijk hier eentje omhoog en dan moeten wij... De winnaar gaat natuurlijk voor. Jori aan de kant. Oké, okay, even lachen. Sta ik er goed op? Volgens mij wel. Kaas! Kies. Wie maakt de foto eigenlijk? Ik maak hem. Hoe maak jij hem dan? Zie mij ook. Foto's gemaakt, jongens. Top. Ik zal hem even naar jullie mailen binnenkort, want jullie hebben blijkbaar ineens allemaal een kantoor hier. Jij moet nog een kantoor krijgen, dus... Mailen is ouderwets. Ik zal hem faxen, het spijt me. Ja. Dus jullie kunnen hem snel verwachten. Leuk. Helemaal leuk. Dus wie heeft mijn verrekijker gestolen? Dat zou die oranje shirt wel gras wel geweest zijn, denk ik dan. Ik denk het ook. Dat zou best kunnen eigenlijk. Vreselijke vent is dat toch? Goed dat hij weg is. Ik hou niet eens van oranje, lelijke kleur. Dus ik zie jullie maandag 7 uur? Ja. Half acht. Half acht was het toch? Nou ja, je bent flexmedewerker. Jij had zijn eigen tijden. Ja. Klopt. Ik ben nu part-time, hè? Oh, je bent part-time. Ja, dan zie ik je om 7 uur. Oké. Okay. De koffie staat klaar. 7 uur. Koffie staat klaar, lekker. Ja. Ik meld me ziek. Ja, nee, doe je. Ja, dat is dus, jongens. Goed jongens, we zijn weer thuis aangekomen in het hoofdkwartier, wat eindelijk weer voor mij is gelukkig. Meneer KB heeft er even goed op gepast in de tijd dat ik weg was. En ik heb een paar leuke souvenirtjes meegenomen. Namelijk een pingpongbal, een minecart en een boog van dit uitje vandaag. En die wil ik alle drie, wil ik die natuurlijk kwijt in de trofeeënkast. Dit zijn goede trofeeën die ik hier weer kan bewaren. De pingpongbal, de minecart hier en de boog gaat erboven. Dan komt hier gewoon straks weer de verrekijker. Dan kan hier even, deze moet wel weer op de goede plek, zo. En ik weet niet, iemand heeft dit gestolen en niet teruggeplaatst. Ongelooflijk. Kijk, ik heb trofeeën vast neergezet. Oh, wat goed.
Wat leuk. De nieuwe, ja, ik dacht het is een goede trofee. Daar heb ik mee. Boogschieten heb ik gewonnen. Daar heb ik mijn best gedaan. En dat heb ik ook mijn best gedaan. Ja, je hebt wel echt je best gedaan. En de trofee moet ik nog een leuk plekje voor vinden. Waar die past. Hey, ik kom er wel bezorgen. Yes, dan ga ik nu... Ik zal hier het even aanpassen. Tot morgen, jongens. Tot morgen, Erik. Hoi. Ander, hè, dat je nu gewoon bordjes aan kan passen. Ja, dit scheelt echt heel erg. En je hebt wel goed op mijn kantoor gepast. En puur door dit, of op het kantoor op het hoofdkwartier, puur door dit ga ik jou het mooiste kantoor ooit geven. Echt? Ik ga een plek voor jou bedenken. En ik zal ervoor zorgen dat jouw kantoor mooier gaat zijn dan alle andere kantoren. Oh, ik kan niet wachten. Je kan niet wachten, dat geloof ik. Je kan niet wachten. Nou, volgens mij was het geslaagd. Ja, ik vond het leuk. Ik vond het echt leuk. Ik heb het naar mijn zin gehad. Ik verwacht snel dat jij een nieuw plusje op je shirt erbij hebt. Ja, komt helemaal goed. Je bent nu chefkok plus. Ik vond het leuk. Geslaagd. Hier heb je een aardappel. Oh, wacht. Dat is mijn aardappel. Dat is jouw aardappel. Geniet ervan. Oké. Jongens, ik vond het een geslaagde dag. Ik heb het enorm naar mijn zin gehad. Ik wil echt even voor meneer KB de grootste shout-out. Oh, volgens mij is het nu. Het is gewoon weer het kantoor van de vakantieman. Ik dacht, je stond te kloppen. Het spijt me. Ik wil echt even meneer KB, jongens, dikke shout-out naar hem. Zijn kanaal staat in de beschrijving. Ook die van Erik. Volgens mij is het stiekem Rick. Alleen ik wil het niet tegen hem zeggen. En van Groene Shirtgast. Alle drie de kanalen staan in de beschrijving. Check ze zeker even uit. Dat heeft heel veel werk gekost voor meneer KB om dit klaar te zetten. En het was echt een leuk uitje. Een leuk bedrijfsuitje weer. Volgende video is mijn stem gewoon weer genezen. Althans, dat hoop ik. In ieder geval voor nu, dank jullie wel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker even niet te liken. Vergeet zeker even niet te abonneren. We hebben inmiddels 300.000 abonnees. Maar we moeten nu naar de 400.000. Dus ben je nog niet geabonneerd, doe dat zeker. Het is helemaal gratis. En dan nu. Kijk lekker deze video. Dit is namelijk het vorige deel van deze serie. Heb je die nou al niet gezien? Moet je hem zeker even kijken. Dan ben je weer helemaal up-to-date. En dan nu spreek je later. Glaasje water. Tot de volgende keer.